mogelijkheden juist van Nederland is, is dat wij juist heel veel aandacht aan kunst en cultuur, aan cultuureducatie hebben geschonken en nog steeds besteden. Dat het in één klap kapot wordt gemaakt. En om dat weer op te kunnen bouwen, nou, dat vind ik echt onverdraaglijk en onbegrijpelijk. Zonder subsidie kunnen we niet de stap maken van mensen die, die voor een dubbeltje geboren zijn en een kwartje kunnen worden binnen de kunstsector. Dat zijn de essentiële vragen die gesteld moeten worden. En wij vinden dat we mee moeten doen, niet alleen in Europa, maar ook op de wereldpodium. En dat is heel belangrijk, dat de kwalitatief, dat zowel degenen die het nauwelijks kunnen betalen, in de stadsdelen, in de wijken, dat zij naar kunst en cultuur kunnen gaan en ook naar de muziekschool kunnen gaan, maar ook dat we een top ballet of musea kunnen hebben, dat in ieder geval dat waar we trots op kunnen zijn en die twee dingen aan elkaar koppelen, dan zeg ik de identiteit van culturele diversiteit en cultuur, daar gaat het om, zowel bij de omroep als in de kunstwereld.